In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering gaan we kijken naar een vers uit Filippenzen. Hij gaat als volgt. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Deze vers staat geschreven in Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 13. Paulus schreef deze vers aan de Filippenzen, het volk van Filippi. Of de heiligen in Filippi. En hij deed dit om ze aan te moedigen om standvastig te zijn en gezamenlijk het geloof te verdedigen. Hij wil zeggen dat wij alles kunnen doen als wij vertrouwen hebben in God. Hij zegt zelf dat hij niet wil kragen in moeilijkheden, omdat hij heeft geleerd om in alle situaties tevreden te zijn. Hij geeft daarbij ook een heel mooi voorbeeld waarin hij zegt dat hij rijk is geweest en hij is arm geweest. Hij heeft eten gehad, maar hij heeft ook honger geleden. Maar beide situaties, of alle vier de situaties, heeft hij kunnen doorstaan omdat hij kracht kreeg van God. Hij zegt dus ook, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vind het zelf heel mooi om deze vers in mijn dagelijks leven te gebruiken. Als ik het gevoel heb dat ik niet kan leren, zeg ik tegen mezelf, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik kan dit doen. Of als iemand ergens voor moet solliciteren, zeg dan tegen jezelf, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. God geeft ons echt kracht om dingen te doen en dingen te doorstaan. Dus met God kunnen wij alles. Voor hem is alles mogelijk. En hij zegt het zelf ook, of Jezus zegt het zelf ook in het evangelie van Marcus, in hoofdstuk 10, vers 27. Daar zegt hij, bij de mens is het onmogelijk, maar bij God, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. We kunnen hierbij ook denken aan bijvoorbeeld de berg de Mokattam. Deze berg, die is verplaatst van plek. Dat is, voor de mens is dat niet mogelijk, maar voor God is het mogelijk. Of denk aan dat er iets gewoon helemaal niet lukte in je leven. En uiteindelijk is het toch gelukt. Voor jou zou het onmogelijk zijn. Maar omdat voor God alles mogelijk is, als wij vertrouwen in hem hebben, dan lukt het alsnog. Dus, nog een keer de vers. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En deze staat in Filippenzen. Hoofdstuk 4, vers 13. Ik zie jullie graag bij de volgende aflevering.